Mijn vader, Roel en ik stappen in de auto naar het rouwcentrum. We gaan Koen verzorgen. Roel zal foto's maken en met mijn vader heb ik afgesproken dat hij in een andere ruimte wacht tot we klaar zijn. Hij wil er niet bij zijn, maar wel in de buurt. Op een rare manier verheug ik me op het samen zijn met Koen, ook al is het slechts met zijn dode lichaam. Het onwerkelijke gevoel houdt aan. Wiens verhaal is dit? Zodra Koen door de twee verzorgers op een brancard wordt binnengereden, weet ik het weer. Dit is mijn verhaal, want daar ligt Koen. Ja, Tamara Baas. Jouw boek, als jullie dit lezen ben ik dood, gaat over jouw broer Koen Baas. Ja. Hij stapte op 9 mei 2008 totaal onverwacht uit het leven. Dit boek gaat over de zelfmoord van Koen en het leven daarna, hè? Voor jou. Houdt dit je nog dagelijks bezig? Het ontwrichtende van de rouw is natuurlijk al wel gelukkig een hele tijd voorbij. Maar er gaat eigenlijk geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk. En dat is niet heel zwaar of dat drukt niet op de dag. Maar ja, hij komt elke dag wel een keer voorbij. Ja. Wat betekende hij voor jou? Ja, hij was mijn broer en wij konden heel goed met elkaar. En we leken ook wel een beetje op elkaar. Zowel qua hoe we eruit zagen, maar ook hoe we in elkaar staken. Dus we hadden gewoon een hele leuke, gezellige, prettige broer- en zusband. Jullie zagen het niet aankomen? Nee. Ik wist wel dat het niet zo goed met hem ging. Maar ik had geen flauw idee dat dat zo ver ging. Koen had last van depressies. Ja. Jij had daar zelf ook mee te maken. Ja. Je hebt hulp gezocht en bent daar gelukkig heel goed uitgekomen. Ja. Ben je boos op Koen dat hem dat niet gelukt is? Dat heb ik wel een tijdje gehad, ja, dat ik boos om hem was. Ik voelde me eigenlijk een beetje bedonderd, hè, want wij hadden wel goed contact over wat er met hem aan de hand was. Maar ik heb dat ook vrij snel weer los kunnen laten. En in het begin kwam dat en ging dat, zeg maar, die boze emoties. Maar op den duur blijft gewoon het gemis over. En ook het verdriet dat hij er niet meer is. Ja, en dan komt dat moment, hè, dat je dan hoort dat hij afscheid heeft genomen van het leven in zijn woning aan de Rijnkade. Kun je dat moment nog naar boven halen? Dat is toch ongelooflijk. Dat is, dat is iets, daar kun je met je verstand niet bij, lijken. Nee, dat is ook zo. Toen ik het hoorde, ik wist wel meteen dat het waar was. Maar ik herinner me nog dat ik zei, het is niet waar, dat er zo uit rolde. En ja, dat was totale ontzetting. Ik reageerde ook fysiek. Ik zakte door mijn knieën. Je weet niet wat je hoort. Je denkt, ze vergissen zich, dit kan niet. Waarom dit boek? Natuurlijk ook ter nagedachtenis aan Koen, hè, om hem een soort van monumentje te geven, lijkt me. Maar dient het ook nog een ander doel? Ja, mijn belangrijkste drijfveer is eigenlijk om andere mensen en ook broers en zussen, zeg maar, die zoiets meemaken, een steuntje in de rug te bieden. Ik heb daar zelf ook veel aan gehad, in andermans verhalen. Ook al waren die natuurlijk hartstikke verdrietig. Maar dat gaf mij wat houvast, wat herkenning, wat troost. En ik hoop dat andere mensen die zoiets meemaken, dat ook bij mijn boek zo zullen ervaren. Wat zou je nog willen vragen? Mijn broer? Ja? Ja. Nou, ik herinner me op de crematie dat ik zei van dat ik me afvroeg, heeft hij dit nou echt gewild? Dus dat zou ik hem nog wel eens willen vragen. Van, wilde je nou echt dood of wilde je nou van je ellende af? Ja. Ik denk zelf dat laatste. Niemand wil echt dood. Nee, dat denk ik. Maar dat puzzelt mij nog wel. Ik kan me voorstellen dat die vraag je bezighoudt. Nou, is morgen die boekpresentatie. Ja. Is dat dan een hele mooie dag of een verdrietige dag? Ja, van allebei een beetje. Het is natuurlijk best gek om de geboorte van een boek te vieren, waarvan ik eigenlijk zeg, ik had het nooit willen schrijven. Nee. Dus dat is een beetje dubbel. Maar ik heb mezelf toegestaan dat die twee dingen gewoon naast elkaar kunnen bestaan. Ik zeg heel de tijd, voor iets wat ik nooit had willen schrijven, ben ik er ook heel trots op. En hij is al heel trots op jou geweest, hè, volgens mij. Vast. Ja, toch? Ja, ik hoop dat het vooral een hele mooie dag wordt, met mooie herinneringen aan Koen. Dank je wel. En dank je wel dat je het verhaal met ons wilt delen. Graag gedaan. Als jullie dit lezen, ben ik dood. Ja. Tamara Baas, dank je wel.